Het is 4 februari, Wereldkankerdag, en dit is Vraag Vandaag. In deze uitzending bespreken we de laatste cijfers over kanker. Hoe staan we ervoor in Nederland? Peter Heerschop zoekt tijdens een sterrenstage uit of er zoiets bestaat als het chemobrein. En hoe kom je van je klachten af? Presentatrice Renate Gerstenowicz gaat als stagiair het lab in om te kijken of er een vaccin kan komen tegen kanker. En we behandelen opmerkelijke feiten en fabels zoals: blijf je altijd moe als je behandeld bent voor kanker? Welkom bij deze 4e editie van Vraag Vandaag. Ja, naast mij, of eigenlijk tegenover mij, moet ik zeggen, professor Arjan Griffioen en Renate Gerstenowicz. Fijn dat je er bent. Ja, Renate, jij hebt stage gelopen bij Arjan. Eerst even naar de dag van vandaag, Wereldkankerdag. Op wat voor manier ben jij daar persoonlijk mee geconfronteerd met kanker? Veel meer dan mij lief is. Ik heb een heleboel mensen in mijn familie verloren. Een klein jaar geleden mijn tante, veel te vroeg. Een paar maanden geleden een moeder van mijn jongste zoontje, een vriendje. Veel te veel. Ja. Het is echt, ik ben inmiddels goed doordrongen van het feit hoe belangrijk het is dat hier geld vrijkomt voor onderzoek. Ja. 1 op de 3, hè? Dat bedoel, we ontkomen er eigenlijk niet aan. En daarom denk ik ook extra gemotiveerd dat je was om Absoluut. Op stage te ik gaan. Ik was een hele fanatieke stagiaire volgens mij. Ja, was dat zo, Arjan Griffioen? Zeker. Dat was een hele mooie dag. En, nou, het was ook goed werk. Okay. Ik hoop dat, dat we dat nog eens kunnen doen. We kunnen niet genoeg mensen gebruiken voor dit werk. Nou, laten we eens even kijken hoe het eruit zag, Renate. Ik ben heel erg benieuwd. Want de vraag waarmee Renate op pad ging was: ja, komt er ooit een vaccin tegen kanker? Dus gewoon een prik zoals bijvoorbeeld de griepprik. Ik ben in het Amsterdam UMC en ik ga vandaag stage lopen. En tijdens die stage ga ik proberen te achterhalen of er ooit een vaccin gaat komen dat ons kan beschermen tegen kanker. Professor Arjan Griffioen doet onderzoek naar een nieuw vaccin ter behandeling en preventie van kanker. Zijn ultieme droom is om te voorkomen dat mensen kanker krijgen. Volgens mij heb ik mezelf niet makkelijk gemaakt met deze stage. Een vaccin tegen kanker, het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Ja, we gaan een vaccin maken. Dat gaan we althans proberen om te doen. En het idee daarachter is dat eigenlijk alle vormen van kanker hebben één ding gemeen. En dat is dat ze om te kunnen groeien hebben ze bloedvaten nodig. En wij gaan proberen om die bloedvaten met een vaccin te proberen weg te nemen. Maar hoe werkt het dan precies? Nou, als je de bloedvatvorming tegengaat, dan kan ieder willekeurig weefsel, maar ook een tumor, kan niet meer groeien. Een korte presentatie. Ja. Hier zie je een tumor. En je ziet daar ver omheen zie je allerlei vooraf bestaande bloedvaten. Ja. En je ziet die kleine bloedvaatjes, die groeien allemaal naar de tumor toe. Wat we uiteindelijk willen, is die kleine bloedvaatjes die daar te zien zijn, aanpakken met een vaccin. Laten verwijderen. Dan gebeurt er dit. Je ziet dat langzaam maar zeker verdwijnen. Is er geen voeding en zuurstof meer, dan wordt een tumor kleiner. En op een gegeven moment is die tumor dan gewoon weg. En dan heb je de situatie die we willen bereiken. Het zou fantastisch zijn. Absoluut. En dat is het project waar jij straks aan gaat meewerken. We gaan het vaccin vandaag maken, want zover zijn jullie dus al. Ja, wij gaan het vaccin maken, ja. Witte jas ook? Witte jas, handschoenen. Oké, nou, ik ben er klaar voor, denk ik. Volgens mij is dit het. Hi. Elze, waarom hebben we eigenlijk deze witte jas aan? Nou, dat is omdat je zelf niet vies wordt, maar ook om ons kweekje te beschermen. Zodat er geen micro-organismen in komen. Want die zit op mij? Ja, klopt. Oh, oké. Okay. Dan hou ik hem de rest van de dag maar aan, denk ik. Hoeveel zijn dat er ongeveer? Nou, miljoenen. Oké. Okay. Nou, laten we beginnen. Ja, ik ga met je mee. Dit zijn onze bacteriën. Daar zit ons vaccin in. Ja. En dat vaccin gaan we er nu proberen uit te halen. Wat ik heb gedaan, ik heb alvast een kolommetje gemaakt, of eigenlijk een buisje gemaakt, ja, waar korreltjes in zitten. En aan deze korreltjes, daar zit nu ons vaccin vastgeplakt. Maar hoe krijgen we het vaccin dan nu van die korreltjes af? Nou, daarvoor moeten we een oplossing erbij pipetteren. En dat mag jij doen. En dan heb ik hier een pipet voor jou. Ja. Oké. Okay. En hoeveel moest dat zijn? 100 microliter. 100 microliter? Ja. Ja, oké. Okay. Ik weet niet of mijn oude scheikundeleraar zit te kijken, maar
Kijk, ik zie het er al uitdruppelen. Dus dat loopt langs die korreltjes en met dit spulletje loopt dat zeg maar mee met de oplossing. Ja, klopt. Ja, dan is dit ons vaccin. We hebben nu net gewoon vaccin gemaakt. Ja, goed werk. Ja. Is het gelukt? Nou, volgens mij wel, hè, Elsa. Ja. We hebben vaccin. Maar ja, nu is de volgende stap. Voor wie is dit en wie kunnen we het geven? We gaan dit eerst testen in het laboratorium. En daarna komt het beschikbaar allereerst voor mensen die uitbehandeld zijn. Dus als experimenteel onderzoek om te kijken wat er dan gebeurt. Precies. En dan later zal het beschikbaar komen als therapie voor mensen met kanker. En het is onze toekomstdroom dat we zo'n vaccin kunnen gebruiken uiteindelijk om kanker te kunnen voorkomen. Dus dat je dan gewoon thuis een brief op de deurmat krijgt met een oproep om een prik te komen halen tegen kanker. Exactly. Dat zou echt fantastisch zijn. Ik hoop echt dat ik het nog ga meemaken. Daar ga ik wel vanuit. Ja, dat is eigenlijk de grote vraag, hè, Renaat. Gaan wij dat dan meemaken? Ja. Absoluut. Dat is mijn vaste overtuiging. Ja. We hebben nog wat tijd nodig, maar... Maar even zeker. Toch fantastisch, hè? Hoe je daar die tumor kleiner zag worden als je dus dat vaccin toedient. En dan ook nog te bedenken, dus dat je aan de voorkant een vaccin gewoon een griepprik, een prik kan halen. Dat je dan geen kanker meer krijgt, dat is toch ongelooflijk. Ik had echt het gevoel, ik heb een klein wondertje in mijn hand nu. Als je erover nadenkt, wat als dit uiteindelijk na al die jaren van onderzoek gaat werken, wat dat betekent... Het is echt ongelooflijk. Dus ik hoop echt van ganse harte dat ik het meegemaakt. Ja, ik hoop het ook. We komen allemaal bij u op zoek. Champagne en taart nemen we allemaal mee. Nee, dit klinkt echt fantastisch. Wij gaan in ieder geval ons stinkende best doen om het zover te krijgen. Ja, en Renate, nog een keer op stage. Heel erg graag. Als gezegd, wij kunnen niet genoeg mensen gebruiken. Dus welkom. Nou, ik zei het al, mijn scheikundeleraar, wij hadden niet zo'n hele warme band vroeger. Maar ik denk als die me nu in het laboratorium zag staan, die dacht, ik denk dat ik het anders moet aanpakken. Diep onder de indruk is. Nee, ik vond het heel bijzonder om een kijkje echt letterlijk achter de schermen te nemen. En ik vind het werk wat Arjan, maar ook iedereen die bezig is met het onderzoek, ik vind het echt ongelooflijk en heel bewonderenswaardig. Ja, dat is het echt fantastisch. Ja. Ga zo door, Arjan. En dan komen we weer terug hier als je het echt helemaal klaar hebt. Fantastisch, dankjewel. Arjan Griffioen en Renate Gersen. Dankjewel. Ja, en met deze hoopvolle ervaringen zijn we aan het einde gekomen van deze vierde editie van Vraag Vandaag op Wereldkankerdag 2019. Heb je nog vragen? Stel ze hieronder op Facebook of via kwf.nl. En het team van experts zit tot 13:30 voor je klaar. En voor alle andere dagen van het jaar kun je terecht met je vragen op kanker.nl. En vergeet vooral ook niet KWF te volgen via Facebook voor het allerlaatste nieuws en de ontwikkelingen. Zoals die van Arjan Griffioen op rondom kanker. Nou, dank voor het kijken. Ik dank ook al mijn gasten voor vandaag. En heel graag tot de volgende keer. Dag.